wacht een spanning. Hij gaat terechtkomen op een bedrag. Maximale aantal kanjepunten. Ik had gezegd als ik 1000 euro heb, ben ik blij zijn. En nu 11.000. En dan wil ik zo meteen in juni gevierd. Waanzinnig. Twee nieuwe fietsen. Waar hoopt u nou op? Geen idee. Weet je, het maakt helemaal niks uit. Wat je wint is altijd meegenomen, dus mij maakt het niks uit. Maar wel een beetje zitten rekenen stiekem, of niet? Nee. Heeft helemaal geen zin, hè? Nee. Want je weet bij God niet wie hier allemaal een lot heeft, dus... Nee hoor, we zullen bij elk bedrag heel verrast zijn, dus maakt niks uit. Mijn overburen hadden net een maand geleden opgezegd. Dus dat denk ik bij mijn eigen, ik ben blij dat ik het toch nog even heb. Heeft u een beetje zitten rekenen wat het kan worden? Ja, een beetje. Een beetje. Wat denkt u? Ja, ik kan tussen de 100 en 1250, denk ik. Tussen de 100.000? Nee, tussen de 100 euro en 1250. Ik heb zo eens een beetje gegoogeld, hè, wat de meesten wel doen. En dan denk ik bij mij, kom eens uit op een 1005, denk ik. Heb jij een lot? Nee, maar zij wel. Ouders? Ja. Maar krijg je dat ook wat van als je dadelijk bekend is hoeveel het wordt? Als ik ze lief aankijk misschien. Dan ben je toch maar even meegegaan vanmiddag. Ja, precies. Het komt nu gerekend, de hele week hier al. Hè. Want er zijn zoveel gezinnen en hun verprutsen met de gemiddelde. Die hebben dan twee loten en wij hebben maar één lot. Ja, dan zakt het bedrag, hè. Ja, wij hebben meer geïnvesteerd. Ja. Hij heeft te weinig geïnvesteerd. We hebben iets meer geïnvesteerd. Dus krijg je ook meer? Hè? Krijg je ook meer. Ja. Daar is je een beetje jaloers om. Eens wat wel zo is, de belasting krijgt wel het meeste. Tijden in Nederland, toch? Zo, ongeveer 30%, dus je hebt toch een dikke 12 miljoen, krijgen ze weer. Hè?